Beste mensen, welkom bij het Politieke Vlog. Ik zit vandaag op de stoep van het gemeentehuis en ik wil het met jullie hebben over politieke omgangsvormen. Afgelopen half jaar heeft er zich in de Zeist politiek een klacht afgespeeld tussen twee raadsleden en een wethouder op basis van een aantal voorvallen. En ik heb daar tot nu toe niet zoveel over gezegd in het openbaar, omdat de zaak nog in onderzoek was. Maar nu dat allemaal is afgerond en afgehecht, wil ik er toch nog wel een paar dingen over zeggen. Maar het is een hele lastige tijd geweest. Voor de hele Zeistra politiek, maar vooral voor de direct betrokkenen. Het heeft mensen pijn gedaan, het heeft mensen beschadigd, het heeft ook veel te lang geduurd. En ook het feit dat er stukken zijn uitgelekt, dat er vertrouwelijke passages in de openbare rapport terecht zijn gekomen, al dat soort zaken heeft niet bijgedragen aan onderling vertrouwen of aan het aanzien van de Zeistra politiek. En ik vind dat een spijtige situatie en ik ben hartstikke blij dat het nu is afgerond. En we moeten ons dan natuurlijk de vraag stellen, wat leren we hier nou van? En achteraf kun je constateren dat het gekozen middel, een klacht, niet het meest geschikte middel is om voorvallen in de politiek te beoordelen. Want zoals die onderzoeker al zegt, er zijn eigenlijk geen normen op basis waarvan je politiek gedrag kunt beoordelen. En wij hebben als GroenLinks een heidag gehad en we hebben met elkaar gezegd, ja, wat vinden we nou van? Eigenlijk vinden we het wel handig als er een soort set van afspraken zou zijn op basis waarvan je afspreekt van zo willen wij met elkaar omgaan in de Zeistra politiek. Nou, omdat het altijd goed is om bij jezelf te beginnen, hebben wij gezegd, dan gaan wij eens op papier zetten op welke manier wij om willen gaan met de Zeistra politiek en met elkaar. En dat heeft geleid tot een zespuntenplan, een manifest voor een empathische, kritische en verbindende politiek. En dat bestaat uit 6 punten. Ik zal ze even met jullie langslopen. Punt 1, begrip voor elkaar. Je zit in de politiek, heb je verschillende partijen. En daar zitten behoorlijke verschillen tussen die partijen. En dat is ook goed, want dan is er wat te kiezen. Maar vervolgens moet je wel met elkaar samenwerken. En je moet dus investeren in begrip voor elkaar. Niet zozeer overtuigen van elkaar, maar wel begrijpen hoe je in elkaar zit. En wij gaan als GroenLinks meer investeren in het begrijpen hoe andere partijen in elkaar zitten. En meer uitleggen hoe onze waarden en normen in elkaar zitten. Punt 2. C'est le ton qui fait la musique. Het gaat om de toon. GroenLinks is natuurlijk een veranderingsgezinde partij. Wij willen dingen beter maken, veranderen. En van nature ben je dan ongeduldig. Maar dat moet er niet toe leiden dat je toon alleen maar kritisch is. Er gaan natuurlijk ook dingen goed. Er moet een balans in zitten. Je moet ook eens een compliment geven. Je het gaat om de toon. En de toon moet prettig zijn. Constructief, kritisch en prettig. Daar moet een goede balans. Daar gaan wij naar zoeken. Derde punt, politiek is mensenwerk. Wij moeten meer investeren in banden met andere raadsleden. Ken elkaar beter. Als je elkaar kent, dan vind je elkaar ook makkelijker. Vierde punt, samen zijn we sterk. We proberen nog te veel dingen in ons eentje voor elkaar te krijgen. Maar het zou veel sterker zijn als GroenLinks de verbinding opzocht met andere partijen. Met de coalitiepartijen, soms ook met de oppositie, liefst met de hele raad. Te zeggen, nou, probeer nou eens samen een motie of een amendement in te dienen. Probeer nou eens samen vragen te stellen. Probeer nou eens samen een opiniestuk te schrijven. Probeer het meer samen te doen. Samenwerken begint met samen. Vijfde punt, bruggen bouwen. Wij hebben geen meerderheid. Geen enkele partij heeft in zijn eentje een meerderheid. Je hebt partijen nodig met elkaar om een meerderheid te vormen. Daarom zitten we in een coalitie. En we willen de resterende 1,5 jaar actiever gebruiken om bruggen te bouwen met die andere partijen. Elkaar te vinden. Liefst ook weer met de hele raad. En dat vraagt niet alleen inhoud en je eigen gelijk, maar dat vraagt ook vooral verbinding zoeken en mensen inzetten die daar goed in zijn. En het 6e punt, hand in eigen boezem. Ook wij als GroenLinks moeten blijven leren. Dus we hebben afgesproken, alle raadsleden doen komend jaar een training, een coaching, een cursus. Niet op het gebied van inhoud, van inhoud weten we genoeg, maar op het gebied van vaardigheden. Hoe maak je je punt, hoe werk je samen, hoe vind je elkaar? Dat zijn de 6 punten. Deze verklaring zullen wij ook op onze website zetten. We nodigen andere partijen uit om zich daar weer aan te sluiten. Want wij denken, op deze manier komen wij tot een fijnere, constructievere manier van samenwerken in de Zeistra politiek. Ik hou jullie op de hoogte. Tot zover de vlog.